Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Reisma en Vierdaai Partners Vermogensbeheer. Welkom bij alweer het 11e Cambuurjournaal van dit seizoen. Cambuur speelt tegen Top Os, een wedstrijd in de eerste divisie. Alleen nog er binnen wat personele problemen bij de Leauters. Giovanni Korte is er net bij, maar het gemis van Jamie Jacobs, dat zal hem nog wel harder vielen litten. Hij maakt al 6 goals en is er vredejoen tegen Top Os dus net bij. Het is net heel slim, maar de kans wel of hem nou erin zetten dat hij gewoon 6 weken eruit is. Dat mag we net hebben. Het herstelt goed. Ah, dat mag net forceren. Hè. We gaan een goede ploeg. En ik vind dat mag ik de volgende opstellen. Hè. Die, en zou jij het ik te wijzen? Ja, haast maar Robin Molen voor zelfs een midfielder op de bank zitten die het gewoon bij basisspeler wie. Is hij dan een logische vervanger, man? Ja, die kan mooi spelen. Hè. Dus dat vangt zich mooi weer op. En het jou van je kans verhoren, jongens. En ja, dat is ik voetbal. Hè. Dus de ene keer dan geef het er naar de oren. Maar het is niet druk om. Dat jij bij voetbal. Wat er ik nog net bij is verdierener Doken Smit. Hij kwam van Zimmer oer van sportclub Heerenveen, maar rekken in een van de oefenwedstrijden blessure. Hij had nog geen minuut spelen in de competitie en dus ik nog net zien Top Os. Maar hij komt er weer aan, hij traint weer met de groep mee en dat vindt hij zelfs wel heel noffelijk. Een week geblesseerd zijn is al lang genoeg. En, dus ja, natuurlijk ben je eraan toe en heb je er ook zin in. En, ja, ben je aan het wachten op het moment dat weer kan gebeuren. En nou, het is lekker als dat deze week dan weer zo kan. Hoe is de week gegaan? Heb je nog een les van die blessure, van die voet? Ja, nee, we hebben gewoon heel rustig opgebouwd nu. Dus ook nog niet helemaal volledig. Dus nu stapje voor stapje en dat is ook belangrijk. En om zo ja, eigenlijk rustig op te bouwen en niet te snel te gaan voor een terugval. Zonder Doken Smit dus, maar ook zonder onvierder Erik Schouten speelt het Cambuur tegen Top Os. Schouten die jekt het in de warming-up aan. Maar de Leauters hebben er geen hinder van, want dit is Isaac Kalon die er na 10 minuten 1-0 voor maakt. Wat wieder hier onta, zijn allereerste doelpunt voor Cambuur dit seizoen. Hij ziet er al heel vaak dichtbij, maar hier is het dan eindelijk. En hij maakt de wijze, dit Scott van Oostoorn. Het is 431 dagen lien dat Kalon voor het laatst zijn doelpunt maken in de competitie voor Cambuur. Maar nou, eindelijk is het Safir. En Cambuur gaat terug in die beginfase tegen Top Os. Van zelfs maar Isaac Kalon die het vleugels kregen had naar het doelpunt. Wat een geweldige paas. Hier mat het 2-0 wezen. Maar Robin Moulin mist. Deze bal hier de dags wel in matten. Ja. Maar de redding is van de Franse keeper van Top Os, Damien Percuis. Robin Moulin, hij hier de 2-0 op de squon, maar maakt het net al. Top Os dan, dat ek in de onval is. Net zo vaak, ja, ze komen net een heel soort oer de middenlijn, maar als ze er dan oer in binnen, is het gevaarlijk. Dit is Gravenberg, een lastige hoek, een pikkelhutskot, maar de redding is goed van Sonny Stevens, de keeper van Cambuur. Maar Henk de Jong zucht dat het goed is, dat zijn ploeg de wedstrijd onder controle had. En het is op ziek na de 2-0. Misschien dat hij hier komen kan, uit die hoekskop. Een ouderwetske scrimmage, waar is die bal? Hij kan op een ei voorbracht worden door Hoedemakers. Dan is die bal wel op net Oedeline. Hoedemakers steekt de hand in de loft, maar het speelt hier terug. En het betekent dat het geen doelpunt is. Cambuur nog altijd in de aanval. Sambisa met Scott. Nee, dat gaat wel heel 4 oer. Maar Cambuur wie er dus wel dicht bij de 2-0. Maar die bal, die wol of net oer de line wie. In de eerste instantie komt er net op goal. Maar dan dus Hoedemakers met die voorzet. En dan is het lastig te zien. Maar dan liek het erop dat die bal er net in zit. En dat het dus terug bij 1-0 bloot. Maar in de blessuretijd van de eerste helte wordt het dags 2-0. Het is een cadeautje van Top Os. Sinterklaas is het nog net. Maar cadeautjes worden wel voor doen door Lorenzo Piquet. En Robert Muren, die maakt je Sankars net Jan. De clubtopscorer van de Leauters. Maakt het zien njochende doelpunt van dit seizoen. En hij straft dit geklungel in de defensie van Top Os. Wat een blunder van Piquet. En Muren, die bleut cool 1-9 mij Percuis. Muren kregen voor de wedstrijd het bronzen schild oerlangen voor de topscorer in de eerste periode. En hij gaat er ek in de tweede dus goed mij terug. Onder het begin van de tweede helte is dit Ragnar Orad Mangoen bij de actie. Zucht Kalon vrijst in. Die is in vorm. En hij maakt het zien tweede doelpunt van deze wedstrijd. Zullen je zien, je maakt je nooit een doelpunt. En als dan één keer die bambrutsen is, dan vliegt de ene naar de oren erin.
De 3-0 van Cambuur komt op een ei van de voet van Isa Kalon. De goede actie is van Orad Mangoen, die het Kalon-shirt. Die helpt u, dan is het nog even Shen. Stit Maule, de boetenspul. Het is net goed, te Shen. Maar skiertzuchter Baks, die lid er toch in. De wordt ook net vlagen, toch, de assistent skiertzuchter. En dus is het 3-0. In de tweede helft krijgt Topos een kansje. Dit is Ashmelash, die rondte had om van het randje van de zegje nu te hellen. Maar op een ijs ziet Stevens op zijn post om vat te komen dat Topos een doelpunt maakt. Het is een van de hichte puntjes onderkant van Topos, die binnen er net een soort. Maar daar wie deze kans er een van. Cambuur wordt dan een beetje geholpen. Dit is Nieuwpoort die de bal naar Kalon speelt. Kalon helpt uit. Oh, wat doet die keeper daar? Ze jouwen nog meer cadeautjes wij bij Topos. Want dit is vanzelfs een oegrieselijke blunder van Perquis. Maar Kalon, hij maakt het zien tredde doelpunt van deze wedstrijd. En dat wolle witte ek en terjocht. Maar hij wordt vanzelfs wel een liet beetje geholpen door de keeper van Topos. Die hier om nuvere redenen de bal net in de hand pakt. Maar de bal voor het besieken te shitten. En Topos jouwt nog meer cadeautjes. Want dit is 10 minuten vertierd, de 4-0 van Isa Kalon. Een goede voorzet van invaller Antonia. En de Joene wordt compleet van Kalon. Wat belibbert die een bijzondere wedstrijd. Vier doelpunten in één wedstrijd. En hij beslaagt het Cambuur de mijne overwinning. Hij krijgt het applaus van de tribune. Een publiekswissel is hem gunst, trog trainer Henk de Jong. Die hem naar de kant helpt. Zijn 100 minuten voor de eind. Het publiek steert op de banken een staande ovatie voor Isa Kalon, die de wedstrijd van zijn lippen speelt. Een liefst minpuntje op die mooie overwinning van Cambuur is dat Topos er nog wel ietsje maakt. Dit is Lars Hutten, die het makkelijk voorbij gaat aan Jordi van Delen. En eerlijk is eerlijk, hij zit hem wel heel aardig binnen. Waar Sonny Stevens geen antwoord op had. Maar het maakt het net uit. Isa Kalon, dat is de man of the match. Hij maakt het vier doelpunten. En beslaagt het Cambuur de 4-4 overwinning en de koppositie. 4 goals heb gemaakt. Dat is nooit, heb ik nooit eerder gedaan in betaald voetbal. Dus ja, dat is sowieso dat het, super speciaal voor mij is. En dat ik deze avond niet ga vergeten. En ja, goede uitslag neergezet. We staan eerste ook in de competitie. Dus ja, al met al gewoon een hele mooie avond. Ja, het publiek dat op de banken staat, een staande ovatie bij je wissel. Heb je dat ooit meegemaakt? Nee, eerlijk gezegd nog niet meegemaakt. En ja, het was wel, ik kreeg echt kippenvel toen, toen ze dat deden. Het is heel erg mooi. Het geeft me echt een lekker gevoel. En een, ja, het zijn gewoon momenten die ik gewoon niet meer ga vergeten. Begin van het seizoen, het was kerk op de nest en net op goal. En Jos steeds, hè, Martijn Bartu is er ook altijd mee bezig met hem en op de training. Maar Jos, ik kom dat die jongen scoren gaat. Hij is zo snel, dus daar is er ook goed in. En, ja, hij had een rode kaartje in kring, hij had assist, jong. Maar toen merkte op de training van de week een skater een perin. En Jos ik dat de spelersgroep het hem gunt. Hè, dat hij die goals maakt. En, ja, het is een heel mooi mandje. Ja, leuk. Dat is super mooi dat we gewoon bovenaan staan. Dat maakt het gewoon echt helemaal top deze avond. En geeft ons veel vertrouwen ook voor de volgende wedstrijd. Dat we ja, de koppositie hebben overgenomen. Koprenner van de eerste divisie, hoe is dat? Ja, mooi. Ja, het is wel lekker, hè? Ja, nee, maar dat heb ik verzinnen. We zijn echt op dit moment ben we goed. En ja, we zien hoe lang het door het, hè? Dus, maar de stand is leuk. Ik krijg even zien. Het zit goed. Het zit goed. En daar zit het. Cambuur boppen on in de eerste divisie. Met 24 punten uit 11 wedstrijden. Daaronder staan NAC Breda en de Graafschap. Met 23 en 20 punten. Die beide ploegen spelen manje Channelcore. Onderon zien we dat FC Dordrecht de nummer laatst is. Met 6 punten uit 11 wedstrijden. Cambuur gaat het weekend in met 3 punten. Een mooie start voor de Leeuwarders. Na je weekend bieden we er vanzelfs weer met een Cambuurjournaal. Dan speelt het Cambuur de uitwedstrijd tegen Jong FC Utrecht op Vrede Jong. Sneun dus weer een hij Cambuurjournaal. Graag ontan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken troch bouwgroep Dijkstra de Reisma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.